Het is nu tijd voor Pep de auto, Toet de boot en Vroep Vroep de helikopter in een van hun vrolijke avonturen. Een tekening maken in het zand. Het is een mooie dag in Lenteland. Goedemorgen, Toet de boot. Goedemorgen, Woefie de hond. Kijk, daar is Pep de auto. Daar is Vroep Vroep de helikopter. Vroep Vroep en Pep gaan naar het strand. Goedemorgen, Toet, roept Pep. Goedemorgen. Wat willen jullie doen vandaag? Ik weet het. We gaan figuren tekenen in het zand. We kunnen Woefie's stok gebruiken, roept Vroep Vroep. Dat is een heel goed idee, Vroep Vroep, zegt Toet. Wie kan er een cirkel tekenen? Wat een slimme kleine auto. Pep gebruikt zijn wielen om een cirkel te maken. Flappy, kan jij een vierkant tekenen? Vraagt Pep. Oh nee, dat is geen goed vierkant. Het is helemaal kronkelig. Wie helpt Flappy een goed vierkant te tekenen? Ik doe voor hoe je een vierkant moet tekenen. Een vierkant lijkt op een doos, legt Kwaak de kikker uit. Maar eerst moeten we die tekening uitvegen. Vroep Vroep gebruikt zijn schoepen om Flappy's tekening uit te vegen. Wat een slimme kleine helikopter. Kwaak laat Flappy zien hoe je een vierkant moet tekenen. Dat is veel beter, Flappy, roept Vroep Vroep. Dat is een goed vierkant. Goed gedaan, Flappy. Wie wil er een driehoek maken? Vraagt Toet de boot. Pep en Flappy proberen een driehoek te tekenen. Kijk, een driehoek. Goed gedaan, Pep en Flappy. Vroep Vroep kan alle figuren zien. Kijk, daar is Pep zijn cirkel. Flappy's vierkant en Flappy's driehoek. Figuren tekenen in het zand is echt leuk. Wat voor figuren kunnen we nog meer tekenen, Toet? Vraagt Pep. Oh, er zijn zoveel figuren. Je kan zelfs je eigen figuur in het zand tekenen, zegt Toet. Kwaak wilde dat zijn figuur het eerst getekend werd. Lig stil, Kwaak. Wauw, die tekening lijkt precies op mij, zegt Kwaak. Wat ben ik een knappe kikker! Iedereen in Lenteland kwam aan de beurt. Figuren tekenen is zo leuk. Veel plezier met tekenen allemaal. Tot ziens, Pep. Tot ziens, Toet. Dag, Vroep Vroep. Tot de volgende keer.